Verslaafd aan paardenmest. Is dat wat? We rijden vandaag mee met de mooiste truck van Nederland. 2016. En wat heb je eigenlijk voor bedrijf? Nou, wij vervoeren hoofdzakelijk paardenmest naar de champignonteelt. Daarbij hebben we ook mestcontainers die wij verhuren aan klanten. Maar waarom zo'n mooie truck voor paardenmest? Ja, het is ook een beetje een hobby. Ja. Je zit er zelf de hele dag in de vrachtwagen. Dan vind je het ook leuk om zo aan te kleden dat je er zelf kan van genieten. Ja, dat ik het leuk vind. Uiteindelijk is het een verslaving geworden, denk ik. Dus ja, je weet niet beter en je vindt het hartstikke leuk. Ja, verslaafd aan paardenmest. Is dat wat? Hey, waar zijn we eigenlijk nou op weg? We gaan nu naar een klant. We hebben 2 klanten. Een klant waar we een container moeten leveren en een klant die wij, waar we de hele auto vol aaien eigenlijk. Mijn opa is ooit kleinschalig begonnen met bepaalde paardenmest. En dat is inmiddels alweer 45 jaar geleden mijn vader ermee begonnen is. Ja, tegenwoordig doe ik het. Mag ik het doen, zeggen ze dan. Zo, dan laai ik eigenlijk een 6 kubus container leeg. Ik zie dat er ook een paard rijdt in de rijbak. Dus het is belangrijk om eventueel bepaalde oogblikken met elkaar te hebben van dat het goed is. Dat we niet te veel herrie maken of dat het paard niet op hol slaat of dat soort dingen. En nou proberen we eigenlijk zo netjes mogelijk de container te legen. En dan vervolgen we daarna weer onze weg. Ja, die jongens beginnen eigenlijk tussen 4 en 5 ochtends. Zo. En je zit met je rijtijden besluit, dus je moet dan wel binnen bepaalde tijden weer terug zijn op de zaak. En je probeert eigenlijk alles te laaien in die tussentijd. Dus als je bijvoorbeeld 1 paard hebt, kunnen we langskomen. Maar we kunnen ook met 200 paarden langskomen. Ja. Dit is onze tweede locatie waar we gaan laaien. Een grote manege, mooi gelegen, in de uiterwaarden. Nou, zoals je ziet is dit een grote manege waar we nu komen, waar waarschijnlijk wel 100 paarden kunnen staan. Hier komen we dus elke week. Hier laaien we elke week bijna een combinatie weg. Eigenlijk moet je het zo zien dat wij een van de vieste werken hebben, natuurlijk die er zijn. En dat je eigenlijk altijd toch met zo'n auto rondrijdt. Mensen die kijken toch altijd wel op van hoe hou je zo'n auto nou schoon? Nou, dat is eigenlijk een rare tik van ons. Wij wassen hem, als het mooi weer is, wassen we hem bijna elke dag. Dat gaat misschien heel ver, maar dat is toch iets van vroeger van dat je eigenlijk graag schoon rond wil rijden. Zoals sommige mensen de huis misschien heel schoon willen hebben, of de luxe wagen heel schoon willen hebben, of de schoenen heel schoon willen hebben, hebben wij de vrachtwagens die heel schoon moeten zijn.